Goedenavond en welkom bij Enschede Kiest. Gisteravond maakten we kennis met Bert Peijsten. We spraken hem vlak voordat hij aanschoof bij het debat met Jolande Sap. Laten we even gaan kijken hoe dat voor hem verlopen is. Nou, het zit erop. Hoe kijk je terug op dit debat? Mevrouw Sap had op zich een goed verhaal. Maar ze kreeg wel weer de kans om gewoon haar politieke verhaal te vertellen. En er was eigenlijk wat weinig ruimte om kritische vragen te stellen. Want die waren er natuurlijk wel, naar aanleiding van haar verhaal. Ja, u heeft zelf wel een vraag gesteld. Dat hebben de kijkers natuurlijk niet meegekregen misschien. Kunt u eens vertellen wat u heeft gevraagd? Mevrouw Sap had een verhaal over de langstudeerboete. Dat eraf zou kunnen gaan. En dat zij voorgesteld heeft om van de eventuele meevaller door het... Tekort iets lager zou uitkomen, daar 400 miljoen aan te besteden voor die langstudeerboete. En ik vind dan dat je dat beter zou kunnen besteden aan de jeugdwerkloosheid dan aan de studerenden. En was u tevreden met het antwoord dat u van haar kreeg? Nou, niet echt, nee. Waarom niet? Ik denk dat zij daar de verkeerde keus maakt. Ik denk dat je beter kunt kiezen voor de jeugdwerklozen, mensen die studeren, ondanks het feit dat ze misschien de academisch diploma of hbo-diploma niet halen, toch veel meer kansen hebben op de arbeidsmarkt dan dat... De echte jeugd die in de moeilijkheden zit, dat je daar beter kunt investeren. De volgende lijsttrekker die hier op bezoek komt is PvdA-leider Diederik Samsom. En ook bij hem schuiven wij weer lezers aan en daar hebben wij er ook weer een uitgepikt. Hans Reefman, die gaat erbij zitten en hij stelt zich even voor vandaag. Ja, ik ben Hans Reefman, ik ben 44 jaar en ik kom uit Enschede. Ja, vandaag schuift u aan bij Diederik Samsom van de PvdA. Had u hem ook als bovenaan uw lijstje staan? Nou, hij is wel in ieder geval één van die kandidaten. Ik ben er niet helemaal uit waar ik op ga stemmen. Ik heb vroeger wel altijd PvdA gestemd. Bij de laatste verkiezingen toch een andere richting opgegaan. Maar nu zou het kunnen dat ik alweer op de Partij van de Arbeid zou kunnen gaan stemmen. Ja, kunt u eens verwoorden waarom u bent afgeweken van die keuze van de Partij van de Arbeid? Ja, gewoon het beleid wat gevoerd was. Ik was met een aantal punten was ik niet helemaal eens. Dus vandaar dat ik toen ook voor andere partijen heb gekozen. Maar ik moet zeggen dat de Partij van de Arbeid op dit moment wel een redelijk goede indruk op mij maakt. En dus de kans bestaat wel dat ik daar weer op zou kunnen gaan stemmen. En tot zover Enschede Kiest voor vanavond. Morgen zijn we weer en dan ziet u meer beelden van het debat met Diederik Samsom. En kunt u ook zien hoe Hans Reefman erop terugkijkt. Uiteraard stellen we dan ook alweer een nieuwe lezer aan u voor.